Ja, waarom? Omdat er allemaal mooie bloemetjes zijn. En het gras is daar mooi groen. Zand, het eibruin zand en ook de hitte. Mensen die zwart zijn. En andere mensen en natuurlijk. Bruin, zwart, is ook kruikjes. Ik denk dat die ook zo, zoals ik zo wat bruin zien. En ik denk dat de meeste dat kort haar hebben. Want als ze daar lang haar hebben, dat het dan toch lang zal zijn. Pannenkoeken. Heel dicht bij Thailand, dus ik zou dan denken op rijst. En dan als ze daar dieren tegenkomen, dat ze die misschien slachten. Ik denk gewoon neutraal, gewoon omdat ze maksteren op elkaar gezet hebben. En een dakje. Misschien een deur, maar de ramen denk ik ook weer niet. Glas denk ik dat ze zullen hebben en als het dan warm is, dan is daar ook heel iets. Lopen, dat ze zo tegen elkaar gaan lopen gewoon voor de lol, want echt sport denk ik dat er niet zal zijn. Want bij sportclubs dat moeten we meestal betalen en daar is het wel armoede. Dus gewoon dingen dat je hier gewoon kunt doen in de tuin, lopen, dus dingen spelen. Ja, sommige mensen zullen er wel van houden en daar zal het zo een beetje als Afrika zijn, denk ze, met tamtams en zo, en dat ze op liggen te trommelen. Aziatisch denk ik. Ik denk dat ze alleen maar Aziatisch en Engels denken, want de andere talen zijn dan Frans. Dat zou misschien in sommigen nog wel voorkomen, maar dat is ook nog wel moeilijk. Honden. Zeehonden ook? Ah ja, dat kan ook. Ja. Stokstaartjes. Olifanten dan dicht in de buurt van Thailand. In auto's. Zo, gewone auto's, neutrale auto's. Met de fiets denk ik dan ook wel dat ze die zelf kunnen maken met afval en zo. En te voet. Waar ligt Cambodja? Cambodja ligt in het werelddeel Azië. Buurlanden van Cambodja zijn Thailand, Laos en Vietnam. Welke taal spreken ze in Cambodja? De officiële taal van Cambodja is het Khmer, dat door de meeste Cambodianen wordt gesproken. De meeste mensen spreken ook Engels, omdat er zoveel toeristen naar Cambodja komen om het land te ontdekken. Cambodianen houden enorm veel van karaoke. Op elke hoek van de straat vind je een hippe karaokebar. Iedereen die wil, kan er een liedje zingen. In Cambodja zijn de mensen verzot op lekker eten.
S'morgens een noedelsoepje, s'middags rijst met groentjes en een stuk kip, en s'avonds gefrituurde groenten met, jawel, nog meer rijst. Zo zou een dagmenu er kunnen uitzien van een echte Cambodjaan. In Cambodja is het niet de gewoonte om één gerecht per persoon te nemen, maar juist om verschillende gerechten met elkaar te delen. Toch staan er soms wel rare dingen op het menu, zoals gefrituurde kevers of spinnen. Mocht je ooit eens de kans krijgen om deze te proberen, dan moet je dat zeker doen. Ik zie jullie al denken, al die rare gewoontes. Wel, dan zal je zeker verbaasd zijn over het verkeer. Allereerst is er de tuk-tuk. Je kan een tuk-tuk vergelijken met een taxi in België. Alleen is een tuk-tuk veel goedkoper en ziet het er helemaal anders uit. Een tuk-tuk brengt je van de ene plaats naar de andere. Het bestaat uit een brommer waaraan een kleine aanhangwagen is gevestigd. Een tweede en meest gebruikte vervoermiddel in Cambodja is een brommer. Van jongs af aan rijden Cambodjanen op een brommer. Soms zelfs met z'n vijven op één brommer. Dit vervoersmiddel is gemakkelijker dan een auto om je te verplaatsen in de drukke straten van Phnom Penh. Of de zandwegen op het platteland. Auto's zie je ook, maar veel minder. Sommige mensen rijden ook wel eens met de fiets. Maar Cambodjanen gaan bijna nooit te voet ergens naartoe. Toch niet in de stad. Het verkeer is één grote chaos. Helaas gebeuren er in Cambodja dan ook dagelijks 40 ongevallen. Alleen al in de hoofdstad Phnom Penh. Cambodjanen wandelen dus eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar ze maken dit wel goed met voldoende andere beweging. Mensen in de stad gaan vaak naar de betaalbare sportclubs. Mensen die op het platteland wonen, werken vaak in de vele rijstvelden. Sport is een belangrijke bezigheid in Cambodja. De meest populaire sport is kickboxing. Tijdens de kickboxrondes gaat iedereen uit zijn dak. Uiteraard gaan kinderen buiten al deze dingen ook gewoon naar school. De scholen in Cambodja zijn in de grote steden een beetje zoals ze hier ook zijn. In de plattelandsdorpen dan weer helemaal niet. Hier vinden we houten en stenen huisjes terug. Allemaal op palen gebouwd. Open. Open. Open.